Nummer 8 Excelsior Maassluis thuis tegen nummer 5 Rijnsburgse Boys. Het verschil op de ranglijst is slechts 3 punten. En dus wil dit duel wel los gaan branden. Tot de 30ste minuut, want dan is het Jongenelen die tegen de paal schiet. En in de tweede helft komt het dan pas echt los. Derks, Van den Berg. Ringeling voorbij Stroker. En Ringeling schiet in de korte hoek raak. En Ringeling, de verdediger van Excelsior Maassluis, maakt daarmee zijn allereerste doelpunt in de tweede divisie. Dat is een mijlpaal. Een belangrijk doelpunt ook. Want daarmee brengt hij Excelsior Maassluis virtueel op de ranglijst naast Rijnsburgse Boys. Dit is Aalders. Een kwartier later. De tackle van Koert is hard. En fel, te fel op Jongenelen. En hij krijgt direct rood. Had al geel op zak. Maar de scheidsrechter kiest voor de directe rode kaart. En dat is terecht. De vrije trap die blijft staan. Goeman achter de bal. En Goeman met een goed schot. De redding van Leeuwen is nog net een stukje beter. Toch gaat Rijnsburgse Boys door. In de absolute slotfase. Om druk te zetten op de 10 man van Excelsior Maassluis. Lange halen, snel thuis. En dan maar hopen dat hij goed valt. Hier voor de voeten van Ooyen. En hij valt goed. 20 seconden voor tijd. En vorige week was Donny van Ooyen ook al het goudhaantje. Toen maakte hij een doelpunt en gaf hij een assist. En nu als invaller weer een goal. Hij solliciteert naar een basisplaats. En bezorgt Rijnsburgse Boys een punt in extremis.